Al maandenlang gaat het in de gemeenteraad van Weert over een nieuw distributiecentrum op Kanaalzone 2 in Weert. Het zou te groot zijn, te veel verkeer in de wijk, het past niet. Burgemeesters en wethouders hebben geen optie om het af te wijzen op basis waar zij op moeten beoordelen. En om daarover te praten is in de studio meneer Seiber van het CDA. Pierre, goedemiddag. Dankjewel dat u even naar de studio wilde komen. Wat een gedoe is het toch, hè? In het kort, zou u eens kunnen toelichten wat de problematiek van Kanaalzone 2 is en ja, hoe het zo ver heeft kunnen komen? De problematiek is, wij hebben liever geen groot distributiecentrum op die plaats. En wij is dan, denk ik wel, de hele raad, het is een motie uitgesproken. We hebben geprobeerd om nog een oplossing te vinden om tot te bereiken dat er geen vergunning gegeven zou worden. Dat is niet gelukt. En wat de raad nu besloten heeft, is om de rekenkamer te vragen om maar eens te onderzoeken hoe deze aanvraag tot stand is gekomen, hoe dat zo is kunnen gebeuren. Wat er gebeurd is in de contacten tussen de bedrijven die daarbij betrokken zijn en ambtenaren en het college. Ja, want in december is er een vergunning verleend. Een vergunning verleend om daar te mogen bouwen. De burgemeester en wethouders hebben geen poon op te staan, toch? Zij hebben niks om het op af te keuren. Dat vindt het college overigens. Er zullen nu bezwaren komen. Die zullen beoordeeld worden in eerste instantie door het college, daarna naar de rechter, want de mensen zullen doorgaan. En uiteindelijk zal de rechter bepalen of de vergunning terecht is geweest. Dus de stelling, wij hebben geen podium op te staan om de vergunning af te wijzen, is een stelling van het college. De rechter zal die nog moeten bevestigen. Oké, en een stelling van het college. De bezwaren die u net noemt, die komen dan ook vanuit de raad of vanuit inwoners? Inwoners en ook de raad, allebei. Oké, en nou hebben inderdaad verschillende partijen gevraagd aan de rekenkamer om het hele traject te gaan bekijken. Kunt u heel even toelichten voor de mensen die het concept rekenkamer niet kennen, wat dat is? Rekenkamer is een instituut. Elke gemeente heeft een rekenkamer, verplicht door de gemeentewet. Instituut dat onderzoek doet naar de effecten en de doeltreffendheid van beleid dat de gemeente heeft vastgesteld. Om de raad te kunnen adviseren over dingen die beter kunnen. Heel kort samengevat is dat de taak van de rekenkamer. Oké, dus het is een controlefunctie die u net omschrijft. Een controlefunctie dus nu op de vergunning die verleend is, maar ja, waar de twijfels over zijn. Waarom is dat nou gedaan? Het verzoek is nu door de hele raad gedaan. Ja. Het andere is, het verzoek gaat niet over de vergunning die verleend is. Daar loopt nu de bezwarenprocedure voor. Daar is een andere weg voor. Het verzoek voor het onderzoek gaat naar hoe de aanvraag die in juli is binnengekomen, hoe die tot stand is gekomen. De contacten tussen college en ambtenaren en de bedrijven over, wij zijn dat van plan, gemeente, wat denken jullie daarover, hoe gaat dat verder? Daar gaat het onderzoek naar. Oké, en zijn daar bepaalde problematieken in geweest, of zijn er redenen geweest om daar twijfels in te hebben, waardoor de rekenkamer daar een controle op moet uitvoeren? Twijfels, wij weten helemaal niks van hoe dat gegaan is. En omdat wij vinden, ja, dit had niet mogen gebeuren. Rekenkamer, welke contacten zijn er geweest? Wat is daar besproken? Hoe is dat gegaan? We willen dat weten graag. En dan kunnen we ook daaruit lessen trekken voor de toekomst. Dat we dit niet meer laten gebeuren. Ja, want de rekenkamer mag zelf gaan bepalen of ze dit traject gaan behandelen. Hoopt u dat er nog iets concreets uit dit proces gaat komen waardoor het verandert? Of is het wat u net omschrijft vooral lessen voor de toekomst? Nou, de rekenkamer kan aan dit proces niks meer veranderen. Okay. Als er nog wat verandert, dan zal het college naar aanleiding van bezwaren, of de rechter naar aanleiding van bezwaren, zal een besluit moeten nemen over die vergunning. Dit is meer van, hoe is dat tot stand gekomen en wat kunnen we daaruit leren voor de toekomst? En ja, wat mij betreft is dat dat het college de raad eerder betrekt bij dit soort grote vragen die er zijn. Ja, want als ik u zo hoor, is het in lekentaal vooral iets geweest waarvan het college een idee heeft gehad, een bepaalde vergunningsaanvraag heeft gehad, en u zegt als raad willen we daar meer over geïnformeerd worden of vroegtijdiger. Ja. Oké. De rekenkamer mag dus zelf bepalen of ze het gaan behandelen of niet. Straks blijkt er nou misschien dat er helemaal geen grond is om het plan af te wijzen. Het is nu al vergund, er kunnen bezwaren ook op worden gegeven en behandeld worden. Als het er wel komt, is er nog een plan F in de achterzak? Of is het eigenlijk dan klaar en ja, dan is het maar zo? Nogmaals, de rekenkamer kijkt naar
het proces tot de vergunning aanvraag. Ja. De vergunning zelf die nu verleend is en alles wat daarmee gebeurt, valt buiten het onderzoek. Is geen taak van de rekenkamer. Nee, dat begrijp ik. Als dat vergunning verleend wordt, dan is die vergunning verleend uiteindelijk door de rechter. Oké, en als die vergunning verleend wordt, ik ben wel nog benieuwd naar de bezwaren die u net noemt. Heeft u gehoor gekregen van bezwaren van u denkt, ja, daar zitten inderdaad problematieken in de vergunning die er nu liggen? Nou, wij vinden de verkeerssituatie niet geschikt om daar een distributiecentrum neer te zetten. Waar overigens nog dan van de discussie is, hoeveel vrachtwagen, verkeersbewegingen komen daar nou per dag? De gegevens daarover die verschillen wat. Heel veel verkeer is daar niet gewenst op die plaats. En zijn dat dan aspecten? Want ik kan me voorstellen, ja goed, als je zo'n aanvraag doet van een kanaalzone, dan is verkeer een van de belangrijkere punten, omdat het dat vooral bevat. Is dat dan niet meegenomen of denkt u dat dat niet is meegenomen? Het college zegt wij mogen dat niet betrekken bij deze vergunningaanvraag. Omdat dat buiten het onderwerp valt? Buiten de bestemmingsplanprocedure valt die daarvoor geldt. Oké. Okay. Dat is dus iets waar de rechter zich ook nog over zal buigen. Of dat wel of niet daar überhaupt binnen mag vallen. Terecht is dat standpunt van het college. En zijn er buiten het verkeer nog andere typische onderwerpen die in dit item vallen? Ja, dus Het eerste is, en daar begint het mee, het bedrijventerrein grenst aan de woningen aan de Nobellaan. Daar is aan de Nobellaan een goothoogte van 8 meter toegestaan. Dit plan vraagt 12 meter, het college vergunt dus 4 meter extra. Uh-huh. Daar kun je ook al discussie over hebben. Is dat aanvaardbaar op die plaats, wel of niet? Oké, dus we hebben inderdaad al te maken met hoogtes, we hebben te maken met verkeer. De stikstofproblematiek zou een rol kunnen spelen. Er is een berekening gemaakt van volgens de stikstofberekening kan het. Ook daar kan bezwaar tegen ingediend worden. Leefbaarheid in het algemeen door de verkeersbeweging in het hele gebied speelt een rol. En zijn dit dan allemaal punten? Kijk, die hoogte die u net noemt, daar zou ik denken, ja, dat is iets waar direct mee rekening kan gehouden worden tijdens de aanvraag. Ja. Maar bijvoorbeeld stikstof of verkeer. Nou, u zegt net, dat zijn punten die eigenlijk buiten, volgens het college buiten, waar zij over mogen beslissen vallen. Zijn het dan punten waar het dan wel nog op afgewezen kan worden? Of is dat puur een rechtszaak kwestie en is dat iets wat puur uit de rechter gaat komen? Nou, dat zijn die punten waar ook een rechter op zou kunnen of moeten toetsen. Mm-hmm. En de uitkomst daarvan is niet te voorspellen natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Het proces gaat er hoe als volgt uitzien? De bezwaren kan tot een bepaald moment? Bezwaren kunnen tot, geloof ik, eind deze maand. En dan zal het college daar een beslissing over moeten gaan nemen. Ergens februari, maart. Het is ook mogelijk dat de omwonenden nog een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Om te voorkomen of om te bereiken dat de rechter heel snel een voorlopige uitspraak doet. Okay. Om te voorkomen dat de bouw al heel ver gevorderd is op het moment dat het college een besluit neemt over die bezwaren. Ja, dus in simpele woorden. Geen weg meer terug is. In simpele woorden betekent dat eigenlijk gewoon. Er mag niks gebeuren totdat het helemaal zeker is. Ja, zo simpel gezegd. Gechargeerd, ja. Oké, nee, dat is duidelijk. Dus we weten ongeveer op het eind van deze maand of het lijstje bezwaren compleet is of dat er nog bij gaat komen op het moment. En dan hopen we in het voorjaar te horen of Kanaalzone 2 er nou wel of niet gaat komen. Wat denkt u? Ik doe er geen uitspraak over. Okay, nee, het zal overigens nog wel langer duren dan het voorjaar, want na de Rijksbank is ook nog de Raad van State aan zet, denk ik. Oké. Meneer Seibe van het CDA, hartelijk dank voor uw toelichting op deze zondagmiddag. En heel veel succes met het onderwerp.